kijk om je heen, in de hoofdstad van Europa, tot in de centrumsteden, de wereld is veranderd. We vangen op voor wie het levensnoodzakelijk is, dan zijn we gastvrij. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we ook elk talent nodig. Dat geldt overigens ook voor oudere werknemers. Hè. Ik vind het spannend om naar andere culturen te kijken, om die te ontmoeten. Omdat het geeft je de kans om met een andere blik naar jezelf te kijken. En die andere blikken op jezelf en op de werkelijkheid, die zijn verrijkend, die zijn interessant voor mediamakers. Verrassend vaak ontdek je hoeveel we gemeenschappelijk hebben. Willen zorgen voor je kinderen, hoe belangrijk familie is, een betere toekomst geven aan die kinderen, zorgen voor elkaar. Als we kijken naar het aantal buitenlanders, nieuwkomers in België, dan zie je dat de meeste nieuwkomers in Vlaanderen en in België uit de buurlanden komen en andere landen van Europa. En als je die nieuwkomers neemt, samen met de nieuwkomers van buiten Europa, al die mensen samen schetsen het beeld van de hedendaagse samenleving, van Vlaanderen zoals het is. Programma's van eigen bodem die bieden op een plezierige manier inzicht in wie je bent en wie je kan worden. Ik denk aan thuis, aan iedereen beroemd, aan de klas. In onze samenleving kan je je eigen toekomst uitstippelen. Maar dat is niet voor iedereen zo. Ik denk aan mensen die eerst een hoge drempel moeten overwinnen. Mensen in armoede, kinderen met een beperking. Of mensen die eerst op zoek moeten naar hun geaardheid, naar wie ze eigenlijk zijn.